We hebben een flink gevecht gehad met Augustine. En dan gaan we door in Infamous Second Son. We zijn gedropt op een van haar plaatsen en ik weet dat D.O.P. al staat te wachten. Dus let's go. We beginnen lekker met al actie helemaal. Oh ja, ik kan hun trouwens gewoon in de bakken schieten en dan, dan worden ze wel dizzy. Oh, blijkbaar willen we nou Hank hebben. Hank, dingetje. Ik hoor nog steeds allerlei schoten. Daar ben ik niet zo blij mee. Kom op. Oh, ze waren allebei dood. Krijg ik nou... Nee, dan niet. Hup. Deze gasten zijn... Oh. Ik wil zeggen, deze gasten zijn nog vrij makkelijk, maar... Ja. Zo zie je maar nooit voor je beurt spreken. Ze maken het vanzelf moeilijk. Versla D.O.P. is nou de opdracht, zie ik nu. Nou, dat gaat ook zeker wel... wel gebeuren. We worden gesniped, merk ik al. Dus even zoeken waar. We hebben daar een Mogol staan. Die wil ons vastzetten met brokken. Ja, ik moet eigenlijk gewoon nog eentje. Moet ik gewoon nog zien te overmeesteren. En dan, waarom zit hier nou net een afdakje? Wat is dat van bullshit? Als ik er nog eentje kan overmeesteren, dan heb ik mijn... mijn mooie ability namelijk vrij. Kom jij me helpen? Oh. Kom op. Deze gasten zijn me zwaar irritant aan het doen. Wat zijn ze nou aan het heen en weer banjeren dan? Krijg ik nog een kans om eens een keer te raken dan? Of zijn ze alleen maar aan het springen? Jij. Kom hier. Ja. Nee. Dat meen je niet. Kom op. Waar? Wat? Ja. En dan had ik mijn knal aanval, maar is dat het waard voor maar. Voor maar twee personen? Wow. Leuk dat je even met steentjes komt gooien. Ik bedoel, wat gezelschap is nooit kwaad, maar. Ja, pak hem. En daar. En dan, oké. Niet dan, wat? Gaan we nou lelijk doen? Ja, nou is hij wel dan, wat? Oké. Nou, die laatste. Ja, hier gaan we geen knalaanval voor doen. Dat is zonde. Als we hem überhaupt raken. Maar hij moet wel stilstaan, anders kan ik hem niet raken. Kijk. Zoals dat daar, maar... Hij is nou wel lekker zwak. Alleen op een hele lelijke fucking plek. Is die nou dood? Ja. Oké. Dat klopt. Dat is logisch. Beklim een gebouw en zoek met je telefoon naar Hank. Alright. En weet je nou we toch in de smoke bestemming zijn? We blijven wel even de komende tijd. Ik ga geen beloftes maken. Maar voor nu blijf ik nog even met rook. What's going on? I'm here. You ain't. We're en route. Just had to set up your transport at the marina. What the hell is the DUP here for Hank? Volgens mij gaat Henk er vandoor. Volgens mij heeft hij dat geregeld. Ik hoor transport. En allerlei ditjes en datjes. Geen signaal, klim hoger. Oh. Alright. Is dit hier hoog genoeg? Atkinson, iets gewaarschuwd. Wat is Hank van plan? Klim hoger. Ja, ik wou ook op dit dak. Ik wou niet... We hebben een locatie, Thurston Calvert. Maar er wordt niks gemarkeerd op de map. En ik weet echt niet uit mijn hoofd waar dat moet zijn. Dus ik denk dat we gewoon nog even moeten blijven afluisteren. Ah, we hebben een locatie, kijk. En wat de hel is dat van gedonder? Inderdaad, dat wou ik dus ook net vragen.
Kom jij eens A4. Ga even brokstukken erbij verzamelen, kan namelijk ook geen kwaad. Maar wat de hel gebeurt er? Helikopter, ik hoor allerlei gedonder. En we staan er helaas alleen voor, want ik weet niet wat er gebeurd is met Fetch en Eugene. En onze broer is dood. Dus dit kan nog behoorlijk lastig worden. Maar wat de hel gebeurt hier allemaal? Gaan we over naar een andere kracht? Nee. Denk het nog niet. Voorlopig nog niet. Wow. Oei. Dit is Henk geweest. Dat kan niet anders. Ik bedoel, hij is de enige andere met smoke. Henk! You there? I'm not afraid of you, Henk. Dit... Oké, wat krijgen we? DUP. We hadden het kunnen weten. Maar we zijn voorbereid. Maar goed dat we dit hebben bewaard. Want ik heb niet willen weten hoe het anders moest gaan. Bijna op die fucking monorail of wat het ook was. Tramspoor. Ding iets. Oké. Hebben we in ieder geval een keer. Goed, oké. We hoeven geen moeite te doen met fucking DOP. Alleen dan gaat er zo'n klote camera af. Die maken we wel even kapot, zo. Kunnen we ergens een dak even snel op? Ja, dat kan hier. We moeten dus weer een signaal opvangen. En wat maakt je denken dat een bioterrorist scum like you can leave this city alive? We had a deal. No, you had a deal. With my boss, who's not here now. But the guys who are here enlisted to hunt down you bioterrorists, not help them escape after they sell out their own kind. Oh, Henk is ook verraden. Nou snap ik waarom die pist is. Hij wou dus inderdaad een deal om hier weg te komen. Maar zijn deal is voorbij. Hé. Hey. En dat is mooi voor ons, want wij zijn nog niet klaar met die gozer. Laten we dit eventjes pakken. En dan klimmen we hier weer omhoog. Zijn we weer iets hoger. Oeh, Henk heeft nieuwe vrienden. Of nou ja, vrienden. Het is niet echt een vriend, maar... Zo te zien weet Henk nou ook hoe het is om verraden te zijn naar wat hij ons flikte. Dus hey, dat is mooi. Ja, inderdaad. Wij zijn eerst nog bezig met Henk. Niet de fucking DUP. Ik bedoel, wat denken ze wel? Oh, niet vallen. Volgens mij loopt het hier beneden ook al rond met kak veel DUP gewoon. Oh, kijk hem staan dan. Stoere boy. Nog een keertje, dank je. Zijn we op een volgend dak. Ah, dan krijgen we geen signaal meer. Really? Of we hadden geen signaal, dat kan natuurlijk ook nog. Pak je rottelefoon eens bij. Oh, zeker nog steeds geen signaal. Ik denk dat dit gebouw hier ons wel verder gaat helpen. Zolang we hier in komen. Oh, we zijn gezien. Ik krijg nou de pest. Eventjes uit zicht blijven, dat is de bedoeling. Als het goed is, zijn we niet gezien. Nee, we krijgen geen gesprek meer binnen, joh. En dan zien we hier een motherfucking DOP-basis. Ik vraag me af wat nou de bedoeling is. Hier ergens zit de camera. Die kunnen we wel even kapot maken. There we go. Zo. Scheelde ook weer wat. Volg het signaal. Ja, niemand om het een of ander, maar we hebben geen signaal. Zoek Henk. Oh, opeens hebben we... Dat is een locatie waar die kan zijn.
hoogste gebouw. Het zou logisch zijn op zich. Nou, een kwestie om even niet gezien te worden door DOP. Nou komt het helemaal goed. Video overnemen. Is dat handig nu? Ja, laten we het doen. Kunnen we onzichtbaar worden en dat is wel chill. Laten we eventjes kijken naar... Oh, we hebben maar 3 brokstukken. Ik wou zeggen kijken naar of we iets kunnen upgraden. Maar dat kunnen we dus niet. Maar goed, zo komen we ook wel boven. Dat is niet zo'n probleem. En we zijn er ook al bijna. Oh. Nou, kijk deze noob. From behind. Oh, wat? En geen van hun had me eerder gezien? Are you serious? Noob, jij verdient om dood te gaan als je me zo hard mist. Oh, crap. Even kalm. Oh, wat? We hebben hulp? Oh, dan wacht, we hebben natuurlijk ook nu zo'n fucking... Oh, en hij zag ons niet eens aankomen, maar goed. Ik kies dood en verderf boven. Oh! Nou, dat is een boosdoener. Gaat dit nog wel raken? Oh, het gaat zeker raken. En dat gaat ook wel raken. Gemarkeerd. Nog 1 schot nodig. Lang leven de beschermengel. Oh shit, die gaat misschien mis. Nee, toch niet. Gotta be getting close. Guess I'll give this tracker one more shot. What do you know? Turns out I don't need your goddamn protection. You haven't made it out of the city yet. Yeah, well I left a trail of you guys' carcasses from one end of the city to the other. Any DUP shows up at the marina, that line's just gonna continue right out into the water. He's heading to a marina, running out of dry land. I'd say me and old Hank are about to meet up again. Ja, dat vind ik een strak plan. Kunnen we hier... Nee, er is hier geen antenne. Oh, crap. Dat was ik niet echt van plan om zo te pleuren. Ah, hier hebben we een antenne. Dat is altijd een heel stuk chiller. Ik denk dat ik maar weer terug ga op smoke. Ik bedoel, tegen Hank wordt gewoon vuur op vuur. En niks anders. En ik zag hierboven geloof ik een plek waar ik smoke kan pakken. Dacht ik in ieder geval. Ja, there we go. Smoke. Vuur met vuur, zoals ik al zei. Daar is Hank. Goedemorgen, Hank. Zijn we nou mooi boven? Oh! Hier. Even een verrassing. Beste aanval ooit. She said she wasn't gonna hurt you. She promised she's just gonna talk. Wouldn't you believe her? She got a sadistic streak a mile wide, but I never heard tell of her actually killing a conduit. My brother would still be alive if it wasn't for you. Oh, de woede. Holy fuck, en damn. Allebei iets kwijt. Oh crap, zijn dochter leeft nog? Nee. We gaan niet... Dat kunnen we niet maken, joh. We gaan niet iemands dochter kosten. Of een vader vermoorden. Zo zijn we dan ook weer niet. Helemaal niet in de ogen voor de dochter. Dat kunnen we niet maken. Want heeft dat zo'n meid een trauma? Why don't you just come with us? Just disappear. Dat is een optie. Maar we hebben te veel geschiedenis met Augustine. Ik bedoel, onze broer is dood, dan moet zij dood. Hen kunnen we wel sparen, maar... Let's go home. Jesus.
Blijf maar doorgaan met keuzes. Oh, en wat krijgen we nou? Genade. Leuk, een trofee. It's time to get what I came for, Augustine. Ik denk dat we richting de laatste delen van de game gaan. Confronteer Augustine staat er nu. Citizens of Seattle, it's time to take back our city from those who seek to destroy it. Ik denk dat we dan het beste kunnen beginnen met video. Are you kidding me? I'm the one who's been protecting society from her and her army of freaks. Inderdaad, wij zijn degene die de mensen altijd hebben geholpen. Niet fucking die bitch van een Augustine. Wie houdt ze voor de gek en dan weet de mensheid ook wel. Dievenzoer. Nou, ik zie hier in de buurt nog een brokstuk op de map. Ik zal weer stom hierboven liggen. Dat was voorspelbaar. Yep, 10 upgrades beschikbaar. Dat is aardig wat. Ja, ja, we gaan zo naar de toren. Ik wil nog even checken op iets meer brokstukken. Heb ik er dan echt zoveel gepakt? Ik heb, zweertje, buiten recorden om... heb ik deze game niet gespeeld. Heb ik dan in de tussentijd zoveel brokstukken toch nog weten te pakken? Alright. Wat we gaan doen... we gaan eens even de upgrades bekijken. Video. Zweefvuur. Begin automatisch te zweven terwijl je zoomt. Dat is best handig. Wat kunnen we nog meer? Is er misschien nog iets van rook? Rook overnemen? Nee, dat is zonde. We kunnen deze doen. Neon overnemen? Nee, dat doen we ook niet. Als we iets doen, dan is het wel echt iets wat handig is. En dan denk ik inderdaad... wat is dit? Vereist 6 brokstukken, dat kunnen we dus niet. Vereist 5 brokstukken. Vereist 4 brokstukken. Deze kunnen we doen. En waarom kan dit niet dan? Druk op X om tijdens een videogolf omhoog te springen. Nou, dubbele videogolf is handig, maar dat helpt niet tijdens een battle. Dus we gaan dit doen. Ik denk dat dit nog redelijk van pas kan komen. Maar dan hebben we verder geen upgrades meer. Een beetje naar. Maar we moeten het er maar mee doen. Oh kijk, en we worden nog even bedankt. En ik zie hier opeens nog meer brokstukken op de map. Dus nee, niet bang zijn. Ik doe jullie niks. Oh, maar hij doet ons wel wat. Ik kan niet stoppen tot ik Augustine. Huppakee. Zo. Ik dacht dat hier niks zat, joh. Ik bedoel, ik ben hier net toch ook langs geweest. En toen gebeurde er niks. Zit er nog één? Ergens. Verstopt. Oh, daar. En hij geeft zich over. Ah. Ondertussen hebben we hier nog wat mensen. Zo, we doen nog even de extra ditjes en datjes. Ik weet trouwens, als hier zo'n fingerprint ding zit, dan zit daar ook een dingetje in, een scanapparaat gebruiken, nee, er zit altijd een brokstuk in als het goed is. Dit keer, ja, zie je, knew it, want ik wilde toch zoveel mogelijk hebben. Hier ergens moet er ook één zitten. Ik denk dus op dit ding. Kunnen we hier gauw omhoog? Ja, alleen we vliegen er ook regelrecht overheen. Er moet hier één zitten. Oh. Zo. Zat hij vast of zo? Want hij bewoog nog. Dus hij had makkelijk kunnen wegvliegen, dat brokstuk. Maar hey, ik ben blij dat hij het niet deed. Wat zat hier al niet? Als video overnemen of neon, whatever. Hoeft niet. We zijn ons aan het voorbereiden op een battle. There we go. Jij ook. Ook gewoon stil. Zo.
3 brokstukken. Kunnen we niks mee, denk ik. 3 is geen zak. Dat is helemaal niks waard. Ah, maar ik zie er nog meer op de map. Huh? Oh. Ja, we worden weer gespot door zo'n tyfusbus. Heel leuk, maar daar hebben we nou geen tijd voor. Huh, waar zit dat fucking brokstuk? Hieronder of zo. Zou het haast denken. Oh. 9 upgrades beschikbaar. Oh, en we zijn opeens ook hieronder. Nou, dan maken we jullie toch af. Even de laatste loodjes voordat we bij Augustine komen. No problem. Hier. Kom maar. Hier. Bitch. Fucking DOP's. Nergens goed voor. Oké, ik zie nog meer brokstukken. Dit is sowieso eentje die beweegt. Wat? Rampage? Wij? Man, als de mensheid haar gelooft, dan zijn ze toch dommer dan ik dacht. If I'm saving the innocent and sparing your horde of killers. Inderdaad. Wij redden de onschuldigen. En die vieze vuile tyfus bitch, die is juist. Kutcamera. Verpest even mijn locatie. Zo. Oké, dat valt mee. We zien hier eigenlijk ook nog wel een basis die we misschien wel kunnen overpakken. We doen even zoveel mogelijk dingetjes voor de finale battle. Dat klinkt misschien krom, maar... Oh crap. Deze laten we toch even... Laten we die zitten of gaan we erop af? Fuck jullie. Met je kutgeweer. Zo. Hier. Gaat heel soepeltjes zo. Oh, daar zo. Kijk, handig als je ook gewoon zelf engelen oproept. Want die helpen ons. Dat is zo super chill. Oh ja, jij geeft je over. Dacht het ook. Ja, hier, de mensen geloven in ons. De mensen geloven in ons. Fuck de doeps. We hebben dit. We nemen even dit hele laatste gebied over. Het laatste gebied, er zijn nog zat bezet in de game. Maar voordat we naar de baas gaan, naar Augustine. Angels Hellfire. Of hoe het ook mag heten. Oh, leeft er ook gewoon nog zat. Dat is wat minder. Ik dacht dat ik toch wel een beetje klaar was nu. Oh, hier. Opgeven zal je inderdaad. Er rent er nog één weg. There we go. Snel voor de volgende Hellfire sparen, dan komt het helemaal goed. Oh. Kijk. Zo. Hey, wat de? Ik word moe van jou. Hup. Nog eentje. Oh, maar volgens mij geven ze al op. We moeten dit ding hebben hier. Oh. Ah, blijf eens even normaal doen. Kijk. Oh, fuck. Er zijn nog best wel veel. Eigenlijk. Maar ze staan onder de brug. Dat is kut. Oh hier, die geeft zich over. Strak plan, zou ik ook doen.
Jullie. Honden. Zo, dat is ook weer wat minder. En ik denk dat we nou dit ding kunnen pakken. En... juist. Dan komen daar weer brokstukken vanaf. En die hebben we nodig. Dus normaal gesproken komen hier brokstukken vanaf. Ja, prima. Kijk. Er komen inderdaad brokstukken vanaf. Ik moet ze alleen even vinden. Dat is één. Nee, niet neon. Nou, whatever, dan maar neon. Het ging maar aan dat brokstuk. Voordat we naar Augustine gaan, gaan we wel weer over op... fucking... video, denk ik. Zo, ja. En dan zit hij ergens ook nog. There we go. Oké, volgende aflevering gaan we naar Augustine. Ik sluit het hierbij af. Ik zou zeggen, vond je het leuk? Laat een like achter. En ik denk dat we nog maar één aflevering te gaan hebben. We zullen zien in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Laters.